Ik ben Bart Pennings. Ik ben engineer bij Hanskamp. Ik heb samen met mijn collega's het Spider-systeem mede ontwikkeld. Het systeem is een gebruiksvriendelijk systeem om je koeien te voeren. Omdat het systeem een eigen wifi-netwerk maakt, kun je daarmee verbinden met je telefoon of met je tablet of met je pc of met je laptop. En daarmee kun je eigenlijk al heel snel en heel makkelijk in het systeem komen. Het systeem ziet er overal, op welk device je ook gebruikt, ziet eigenlijk hetzelfde uit. Je krijgt dezelfde layout te zien. Het dashboard, daar kom je eigenlijk op binnen, zo snel je inlogt. En je ziet eigenlijk meteen hoe het met jouw systeem gaat. Dus je ziet welke attentiedieren zijn er. Je ziet hoe vol je silo's nog zijn en of je eventueel voer bij moet bestellen. En je kunt heel snel bijvoorbeeld even een hek open doen of juist dicht doen. Op afstand, terwijl jij met je telefoon door de stal heen loopt. Wij hebben dit systeem, dit spider-systeem, samen met onze testboeren ontwikkeld. We staan echt met onze lazen in de stal. Heel handig voor als jij spider in de melkstal hebt. Dat je dus tijdens het melken een overzicht hebt van je melkstal, waarin je precies kunt zien welke dieren in de melkstal staan, hoeveel voer ze krijgen en moet je nog iets met dat dier? Moet die nog aangepast worden? Moet de voergift gewijzigd worden? Je kunt simpel op klikken, de dierkaart opent zich en je kunt de voergiften wijzigen. Ik denk dat we met deze nieuwe update toch een aantal dingen die we misschien in Spider nog wel misten, echt hebben kunnen toevoegen. Dat veel veehouders hier echt baat bij hebben en dat er wat echte nieuwe functies in zitten waar je het systeem naar een hoger plan brengt en eindelijk je boerderij naar een hoger plan brengt. Wij hebben op dit moment het melksysteem van Hanskamp voor ons. Daarbij hebben wij bewust gekozen voor de Spider. Zodat wij zelf alle voergiften kunnen indienen. De melkers hoeven zich daar niet druk over te maken. En zou die desnoods een keer een koe moeten behandelen, kan hij wel makkelijk even die ene koe even iets extra's geven. Om bijvoorbeeld een behandeling te doen. De herkenning die we hier hebben is de standplaatsherkenning. En het is een groot voordeel dat elke koe op zijn eigen plek het goed voer toegediend kan krijgen. Op dit moment hangen er de multiframes. Met pipefeeders en dit bevalt erg goed. Wij hebben voor melkstalvoering gekozen om zodat elke koe op zijn eigen plek het goede voer krijgt. Voor de voerboxen was eigenlijk in de stal geen plek en dus hebben we deze keuze gemaakt. De voordelen van melkstalvoeren is de koe die komt graag zo in de melkstal en is rustig tijdens het melken, heeft dan ook wat te doen en je kunt hem dan desnoods even wat bijgeven als je denkt dat het nodig is. Elke keer als de koe herkend wordt en het achterhek gaat dicht, dan krijgt elke koe specifiek zijn eigen portie. Maar dit wordt over de hele periode dat hij in die melkstal zit, wordt dat verdeeld. In de melkstal gebruiken wij de melkstalmonitor. Daarbij kunnen we zien welke koe op welke plek staat. Dus erg makkelijk voor bijvoorbeeld de NPR. Zoals we dat nu hebben, is er elke middag dus een melker. En die kan ook duidelijk zien dan welke koe op welke plek staat. Dus als je een keer een andere melker hebt, is het geen probleem. Op het moment dat er een koe bijvoorbeeld ziek is of die moet afgetapt worden, dan kunnen we de koe even labelen. Dat kunnen we dan zowel als op telefoon doen of even in huis. En zo ziet de melker ook gelijk van, hé, dit is een attentiedier. Dit is gewoon gelijk op het scherm te zien.